Weet je dus nu hoe dat je werkt? Expliqueer me dan, ik ben in het Vlaams. Hoe dat je dus je meubelen maakt, wat voor route je gebruikt, wat voor machine ja. dat je gebruikt, wat voor... Wat we maken meest nee, is Regence. Ja. Nee. En je hebt nood, hij sculpteert de toten, nee, al in massief. De achterste is ook al in massief. Hè. Met de poten doet gezaden al. Toen Renaissance. Engelse Renaissance, toen de Franse Renaissance ook. Spanjool, Renaissance Spanjool. Maar alleen heeft een hoek niet massief. Hè. We maken geen haar meubels of nee. Met de orange tafels. Maar de stoel ze maken we niet. Ah, de stoelen maken. De stoelen maken we niet, dat is een specialiteit. Specialiteit, hè. Ja. En die mensen die sculpteren, hoeveel mensen doen er dat? Dat doe je? Dat is een man, surtout die werkt voor mij, hè. Dat is Jes van de Beijing, hè. Serieus? Jes van Brugge. Ja? Jes van Brugge. Ah, ik kom van Brugge, ah, jongen. Ik kom van Brugge. Dat versta ik, ja, ja. Ja, Brugge doen ze dat veel, hè. Ik doe veel sculpturen, ja. Ja. Brugge doen dat veel. In Gent ook, hè. In Gent doen dat ook veel. Ja, die is hier professor in de designschool ook. Verbeken. Iets speciaals, hè? Verbeken. Ah, want het verwondert me een beetje dat je zo zegt, ik. Hier zo. Er zijn zo meer bepaalde plaatsen daar staat. Ja, bij het Sint-Jurgen Vrijnten, de Moederwetse meubels in Bergen. Ja, in Bergen. In Bergen, ja, maar Bergen. Hier, hier in Bergen? Ah, in Bergen zelf. In Bergen zelf. Ja, Bergen, ja. Nee, nee, in Bergen. In Bergen zelf, ja. Ja. Is dat van vroeger al? Oh, joh. Dat als ze meubelmakers zijn, oude meubelmakers. Ja, als ze naar kunnen, wist dan meubelmakers. Dat is een stieve kunde, is daarom. En aan wie verkoop je dat? Is dat aan mensen van hier of is dat van... Van de ronde, en toen vader ook, hé. We werken nog een jaar op Dunkerque. Ja. Heel de agglomeratie toch? Ja, ja. En toen kalanten die me kunnen, van hier naar Gunter. Ja, dat is wel. Vaar en Oor. Je hebt een naam. Vaar en Oor, ja. Je hebt een naam, en die stoelen, waarom maakte je dat niet? Is dat, ja, dat is een specialiteit, he, dat je moet een hele notiage en de andere espresso. Dat kunnen we niet maken, dat kunnen we maken, maar, nee, goed, ja. Maar de prijs is ook niet mee. Ja, ja, moet ja, zien, ja. Je kunt er niet aan. Ja, je moet kunnen verkopen. Ja, ja, dat is juist, ja. En wat voor notiage gebruikt je zo? Niet zo heel veel zeker, want het is veel met tanden. Ah, de sculptuur is allemaal ja, met tanden. Allemaal met tanden. Ja. Toen molen, nee, met de machine. Ja. Met de machine. Heb je nog gekend als dan ook met de hand allemaal? Je hebt het altijd geweten. Ah, nee, de ah, nee, 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 ik kan niet. Hij vroeg met de hand. Toch nog met de hand? Ja, hij vroeg met de hand. Ja, zagen, schaven, reën. En wat voor schaven waren dat? Wat hadden die verschillende namen zo, die schaven? Voorloper, kortschaven en een finschaven. Ja. En dat mes dat erin staat. En toen, wat noemen ze dat? Ja, om te ploffen. Ja. Schaven om te ploffen. Ja. En reneurschaven. En platbandenschaven. Ja. En nu gebruikt u dat allemaal niet? Handzagen en al. Nee. En gebruikt, dat wordt niet meer gebruikt? Oh, nee, niet meer gebruikt. Je hebt daar een machine voor die dat allemaal kan doen? Niet meer. Zijn dat Franse machines die daarvoor gebruikt? Het zijn Franse machines, die ken je ook. Ja. Ja. Franse machines. Dat zijn veel, zijn ook veel vreemde machines die inkomen in Frankrijk, hè. Dutsche. Dutsche veel. Nee, de Dutsche machine, ja. Hè. Ja, veel oud-nijverheid, hè. Veel, ja. Veel industrie van toet, hè. Ook bij ons ook, hè. Ja, ik geloof dat. Want mijn grootvader, van moederskant en overgrootvader, die maakten bobijntjes. Klosjes, hè. Ja. Voor het gaan, ja. Met de machine ook. Ja. En dan maakten die ook zo stijlen van poten en zo draaien. Ik heb dat allemaal nog weten. De draaien. Nee, dus ook draaien. En dat was dan met zo'n, hoe zou ik zeggen, een model. Je zet dat erop en daar aan tekenen zoveel diep. Ja, ja. Ja. Dat is dan niet dat ik dat zo interessant vind. Maar dat ging ook niet meer. Dat, nee. Met de machine dan had dat. Ah, nee, het is nu al met duwen op een pedaal. Ja, ja. Maar dat was een manneke. Het was een klein manneke zo. Hij was maar 7 jaar toen hij daar aan begonnen was. Hè. Ik heb me geweten tot als een 70 jaar was dat een dag. Ja. En met hij dan te sterven is dat weggevallen. Hè. Ja, dat zijn stil dan een beetje wegblijven. Ja, het is met de machine. Het is allemaal grote serie gemaakt. Je kunt dat niet meer betalen. Het is allemaal de serie. Ja.
Er is hier dus ook nog veel verkoop van die stijl. Ah, ja. Van wanneer is dat? Is dat van na de laatste oorlog of was dat van vroeger al? Dat Amerika komt achter deze oorlog. Achter, nog, ja, bij ons dat is nu bij een is de, van een is de jaren alleen dat nu jong wordt gevraagd is. Ouderwetse meubels. Ja, want aan de zee, bij ons, die moderne appartementen, ja. En ze zitten er al wat stijlmeubels. Ja, ja, de ouderwetse meubels zijn moderne appartementen. Ja. En ze schaffen ons een beetje naar door. Ja. Maar een ouderwetse net. Ja, een open valse bouw. Ja, ja, juist. Ik ken dat ook. Valse bouw, nee. Maar ja, het is toch aangenamer, hè? Ja. Het is aangenamer. Ja. Ja. Een beetje veranderd, hè? Ja. De vraag is veel geen rood. Maar nee. Met de perspijs dat er niks is, gaat alleen, maar wat gebruikt is, zijn we niet, hè? Nee. Maar er zijn veel dingen die ze niet gebruiken, hè. Ja. Maar hier, nu, de mensen... Ja, er mag er gebruik van. Maar nee, niet meer like over dit, hè. Over dit, dat was een sluit, hè. Ja. Dat juist maar met de kast ging tolken. Dus dat er echt niet kwam om te tolken. Ja. Maar toen is er niemand daar.